Goeie 1-2. Het Verschuren. En nu heeft NAC ineens een 4-3 situatie. Kan het dat uitspelen? Dessers, goal. Goed gevoetbald door NAC Breda. Dat er voorsprong komt in Venlo tegen de koploper. 0-1. Dessers op het juiste moment de diepte in. En dan moeten ze natuurlijk Dessers met rust laten. Anders heeft dat gevolgen. Rutte durft niet echt in te grijpen. En Dessers rond dat keurig af. En NAC eruit. Met Korte. Dessers. Heel veel ruimte voor Hamouts. Hamouts gaat het proberen. Jongen, wat een goal. Wat zit hij hier niet in? Ja, die zit erin. Nou ja, ze moest er even over nadenken. Heeft nu geen klokje. En krijgt dan in zijn oor gefluisterd dat het een doelpunt is. Hamouts, ja. Pril, vader geluk natuurlijk. Dan heb je net even wat meer vertrouwen. Lalucci, mooi paasje, Horsfield, laag. Dan moet dit de beslissing zijn. Weer een fraaie goal van NAC Breda. 0-3. Doelpunt van Korte. Er zijn momenten geweest in de wedstrijd dat VVV of op voorsprong had kunnen komen of had kunnen terugkomen in deze wedstrijd. Maar je kunt er ook niet zeggen, zeker niet, dat die voorsprong voor NAC Breda onverdiend is. Verschuren stuurt Akjepong dan de diepte in. Dat is een goede bal van Verschuren en Akjepong. Hij heeft snelheid. Garcia meldt zich. Agyepong over het been van Promes. Strafschop. Dus zal er contact geweest zijn tussen de centrale verdediger van VVV die hier even in de luren gelegd wordt en wel degelijk even de vreef raakt. En Dessers doet dat. Het is 0-4. NAC Breda haalt even uitzeg in de koel tegen de koploper van de Jupiler League. Het wordt maar liefst 0-4.